Jongens, het kan. Je kan je beter gaan voelen en goed genoeg en je kan er van afkomen. Maar ja, toen kreeg ik een enorme sloot mensen over me heen die allemaal vroegen, maar hoe dan, hoe dan? En toen bleek de nood heel erg hoog. En ja, toen dacht ik, dit leg ik niet uit in 10 minuten en ook niet in een uur. Ik moet hier een boek over schrijven. En dat is wat ik eerder had willen weten geworden. In deze aflevering van mijn spirituele zoektocht bezoek ik Marian Mudder. Marian is therapeut, schrijfster en actrice. Ze kampte lang met diepe onzekerheden en depressies en kwam hierdoor niet lekker in haar vel te zitten. Door het bezoek aan therapeuten kwam ze al snel tot de conclusie dat kennis alleen niet voldoende is om pijn en trauma's te helen. Ze besloot hierover een boek te schrijven. Ik ga bij haar op bezoek om te kijken welke levenslessen zij van mij heeft op het gebied van zelfontwikkeling. Nou Marian, super fijn dat jij mee wil doen aan het programma. Ja, je bent therapeute, schrijfster en actrice. Kun jij mij meenemen in het moment dat jij zelf meer met spiritualiteit ging doen? Het moment dat ik heel serieus ging nadenken over waarom voel ik me zoals ik me voel en kan ik daar misschien iets aan veranderen omdat ik me niet zo goed voelde, toen was ik zo'n ongeveer 27. En toen ben ik gewoon in therapie gegaan bij wat toen nog het RIAG heette, wat nu de GGZ is. Ja. En heeft dat jou toen geholpen? Nee, helemaal niet. Kun je vertellen wat dan? Wat daarin? Heb je ook een boek over geschreven? Ik heb een boek geschreven, Sofa Sessies, waarin ik... Want ik heb heel veel therapie en workshops gedaan. Niet alleen maar omdat mijn probleem zo groot was, maar ook voor een belangrijk deel omdat het me heel erg interesseert. Ja. Anders zou ik nu geen therapeut zijn. Dus dat boek gaat over alle therapieën die ik gedaan heb, die me allemaal niet hebben geholpen. En bij het RIAG, ja, die gesprekken die ik voerde. Als ik er nu op terugkijk, was ik al verder dan de mensen met wie ik sprak. Ja. Dus ik wist al wat er aan de hand was. Ik wist al waar het door kwam. Ik wilde er alleen vanaf. Ja. En daar konden ze me niet bij helpen. Ze snapten eigenlijk helemaal niets van wat ik zat te vertellen of waar ik het over had. Nee. Dat vond ik... Maar goed, toen was ik natuurlijk veel jonger en snel geïntimideerd door dat soort mensen. Maar dus dat is maar bij een paar gesprekken gebleven en toen ben ik andere dingen op gaan zoeken. Ik heb 1 keer een zware depressie gehad en alle andere, dat was, dus had ik zo, ik had eigenlijk een milde depressie altijd. Ja. En dus ik voelde me heel vaak niet goed. En in het contact met andere mensen was ik super onzeker en sloeg ik heel snel dicht. En of ik ging juist overcompenseren, dus noem alles maar op. En ik was me er heel jong van bewust van dit is niet goed. Dit zit me in de weg, in de dingen die ik wil doen. Het levert me problemen op in mijn relatie. Ja. Dus ik heb sofa-sessies geschreven over alles wat ik gedaan heb, wat me allemaal niet heeft geholpen. Ja. Maar er zijn een aantal dingen die mij wel hebben geholpen. En in het boek Sofa-sessies stip ik dat heel kort aan het einde. En leg ik heel in het kort uit waarom heel veel dingen me niet hebben geholpen. Ja. Omdat heel veel therapieën zich concentreren op het cognitieve. Ja. En... Nou... Mijn conclusie is dat voor de problematiek waar ik mee liep niet werkt. Omdat dit gaat over je overlevingssysteem wat het voortdurend overneemt. En daar win je het nooit van op cognitief niveau. Dus dat moet je op een andere manier aanvliegen. En dat werd mij op een gegeven moment, werd mij door andere dingen die ik gedaan heb, werd mij dat duidelijk. En ik heb van sofa-sessies ook een voorstelling gemaakt. En dan legde ik dat ook heel in het kort uit. Van jongens, het gaat nu echt heel erg goed met me. Want eigenlijk was mijn verhaal of mijn boodschap alleen maar... Jongens, het kan. Ja. Je kan je beter gaan voelen en goed genoeg. En je kan er van afkomen. Maar ja, toen kreeg ik een enorme sloot mensen over me heen die allemaal vroegen... Maar hoe dan? Hoe dan? Ja. En toen bleek de nood heel erg hoog. Ja. En ja, toen dacht ik, dit leg ik niet uit in 10 minuten en ook niet in een uur. Ik moet hier een boek over schrijven. Ja. En dat is wat ik eerder had willen weten geworden. Ja. EFT is Emotional Freedom Techniques.
En dat is een kloptechniek. Ja. En daar heb ik zelf heel veel aan gehad. Dat is een kloptechniek waarbij je klopt op verschillende delen op je lichaam en op je gezicht. Waarbij je zinnetjes uitspreekt en aan bepaalde situaties denkt. En daarmee haal je, even heel kort gezegd, de stresskoppeling van bepaalde ervaringen af. Ja. En wat mij enorm geholpen heeft om mijn eigen angst te begrijpen, is dat alles waar je bang voor bent, is eigenlijk al gebeurd. Ja. En wat bedoel ik daarmee? We hebben in ons leven hebben we dingen meegemaakt. Wij slaan alles op wat we meemaken. En kunnen daar nu weer in getriggerd worden door een ander. Of door iets wat er gebeurt. Dus alles wat er nu gebeurt, kan ook allerlei angsten triggeren. Ja. Dingen die we eerder, onze bestaanszekerheid die in het nauw komt, al dat soort dingen. Dat zijn dingen die we eerder hebben meegemaakt, ook al weten we dat niet altijd. Ja. Als baby kunnen we ons ook heel onveilig hebben gevoeld. Dus die onveiligheid wordt getriggerd. Nou, met EFT zoek je die momenten op in je verleden, die triggers als het ware. En die ga je behandelen en dan wordt de stress eraf gehaald, waardoor je niet meer in die angst getriggerd kunt worden. Ja. Dat is het heel in het kort. En toen ik EFT vond, dan had ik natuurlijk al een hele bewustzijnsontwikkeling achter de rug. Ik wist heel goed hoe het zat, wat ik wel en niet moest doen. Ja. Alleen wat ik merkte was dat het me niet lukte. Ja. Weet je, ik had 100.000 spirituele boeken gelezen over hoe belangrijk het was om los te laten. Ja. Alleen, het ging niet. Nee. En waarom gaat het niet? Omdat je overlevingssysteem getriggerd wordt. Ik was chronisch gestrest. Ja. Dus ik stond altijd in de overleefmodus. Ja. Dan kan je proberen los te laten of te accepteren en noem alles maar op wat je wil. Nee. Dat gaat niet. Nee. Want je overlevingssysteem is 11 miljoen keer sneller dan je bewuste geest. Ja. Dus je kan wel denken, ja, ik moet eigenlijk... Dat overlevingssysteem gaat helemaal zijn eigen gang. Ja. En dat leg ik heel precies uit in mijn boek, hoe dat in zijn werk gaat. Ja, wat mooi. En je schreef ook over verslavingen. Vond ik wel ook een heel mooi stukje. Hè? Want je geeft aan inderdaad een gezonde levensstijl. Bij verslavingen denk je snel aan alcohol of aan roken of drugs. Maar verslaafd aan denken, hè? Kun je daar wat over vertellen? Had jij dat? Dat je Ja, dat heeft mij natuurlijk 100.000 jaar geduurd voordat ik erachter kwam dat ik verslaafd was aan denken. Maar ja, dat was denk ik de heftigste verslaving die ik had. Ik bedoel, ik was niet iemand die enorm aan de, wil op zijn eigen stoel, hè? Snap ik wel. Ja. Gaat hij op schoot springen, omdat hij wil dat je die stoel uitgaat. Ja. Ga gewoon door, hè? Hartstikke gezellig. Ga maar lekker zitten. Nee, maar verslaafd aan denken. Verslaafd aan denken, ja. Ik was heftig verslaafd aan denken. En ik ben daar... Ja, er is een moment in mijn leven geweest. Niet eens dat ik me daarvan bewust werd, maar... Ik heb een zware crisis gehad, waarin ik ook depressief was. En ik zat op een gegeven moment in een hotelkamer. Ik was in Wenen op zoek naar schoonheid en troost. Maar het regende heel hard, dus ik bleef op de kamer die dag. En daar zat ik een beetje na te denken, wat ik natuurlijk heel veel deed. Nadenken over mijn leven en hoe dat verder moest met mij. En ik hoorde mezelf maar tekeer gaan tegen mezelf. Dus ik was heel... Ik had een heel negatief zelfbeeld. Dus ik was heel streng voor mezelf. En het was allemaal mijn eigen schuld. En ik moest aan het werk. En ik moest dit. En ik moest dat. En toen heb ik het lumineuze idee gehad dat ik dacht... Waarom moet ik eigenlijk luisteren naar alles wat ik moet? Naar deze stem. En dat vond ik dus ook heel spannend. Nu denk ik echt... Maar dat vond ik heel spannend om daar dus niet naar te luisteren. Want blijkbaar dacht ik dat die stem het beste met mij voor had en mij veilig hield. Maar ik kon niet meer. Dus ik dacht, ik ga even een paar dagen niet luisteren en niet doen wat deze stem zegt. Ik ga even iets leuks voor mezelf doen. En dat
heb ik gedaan. Nou, de uitkomst daarvan is dat ik mijn eerste boek ben gaan schrijven. En toen kwam het bewustzijn van dat denken mij eigenlijk altijd in de problemen heeft gebracht. Ja. En dat je het niet op het niveau van het denken kunt oplossen. Ja. Dat denken, dat moet opzij. Je kan niet denken als mens. Maar je kan je er wel veel meer van bewust zijn en je niet langer zo identificeren met alles wat je denkt. Dus dat je alleen maar denkt, oh, daar gaan we weer. Dan hebben we dat strenge stemmetje weer. Hoi. En dat je het voorbij laat gaan. En dan ontstaat er, dan komt er meer bewustzijn, want dan ga je contact maken met, ja, ik noem het maar bewustzijn. Ja. En als je wil, komt daar, weet je wel, sommige mensen, het goddelijke of de natuur of iets groters. Of, maar dan is daar veel meer plaats voor. Denk je ook niet dat mensen intuïtie verwarren met die stem? Zeker. Dat ze denken, dat is mijn innerlijke stem. Dat is mijn intuïtie. Ja, zeker. Ja. Oh ja. Dat leg ik ook in mijn boek uit. Ik bedoel, je intuïtie is nooit een stemmetje dat tegen je schreeuwt van doe nou maar gewoon, joh. Nee. Weet je, dat intuïtie, zit daarachter, hè? De intuïtie is veel meer een gevoel. Ja. Je moet in je lijf zitten om je intuïtie te kunnen voelen. Want eigenlijk is intuïtie niks anders dan dit of dit. En soms kan daar kunnen daar wel woorden bij komen. Ja. Maar het is altijd zacht. Ja. Het is heel zacht en het is heel fysiek. Zonder oordeel. Ja. Ja, wat mooi. Maar hoe is dan jouw leven? Hè? Want ik ken jou dan van als actrice in Baantje. Is daar plek voor, snap je, in die wereld van acteren en toch wel camera's en dat soort? Was jij daar toen ook al mee bezig? Ik was daar toen zeker mee bezig, ja. Maar dat hield ik heel erg voor mezelf. Ja. Ik zeg altijd, ik heb heel lang in de kast gezeten. Ja. Kom er nu uit. Ja. Ja, maar ik bedoel, dat is ook wel een wereld bezig natuurlijk met uiterlijke stuk. Of nou, zie je dat niet zo? Het is vooral ook, het is niet alleen uiterlijk. Het is zoals ik het heb ervaren in ieder geval. Want de jongere generatie is wel anders. Ja. Maar zoals ik het heb ervaren is het vooral een hele mentale wereld. Ja. Heel mentaal. Ja. En dat is waar ik me niet zo goed waar ik me niet zo in thuis voelde. Nee. Dus daar kon ik niet zo goed mee overweg. Nee. Dat wist ik toen niet, maar dat snap ik nu. Ja. Maar dat is het vooral. En kun je het nu mooi combineren, de kennis die je hebt, het voelen. Je hebt een hele mooie combinatie aan schrijfster, boeken die je schrijft, actrice en de therapeut. Kun je dat combineren, al die rollen, zeg maar? Ja, wat nu natuurlijk heel mooi is, is dat ik mijn ervaring als actrice nu in kan zetten met de website die ik aan het maken ben, want ik ben online cursus aan het maken en een podcast en dus er komt van alles nog bij het boek. En ik heb net luisterboek ingesproken, dat is natuurlijk alle kennis die ik heb als actrice, kan ik daarin kwijt. Ja. En dat ik schrijf ook al mijn hele leven en dat ik nu dit ben gaan schrijven. Ja, ik had het vroeger niet kunnen bedenken, maar nu denk ik, natuurlijk moet ik dit boek schrijven. Want dit is waar ik al zo ontzettend lang mee bezig ben. Ja. En ik heb daarin ook een hele eigen stem gevonden. Die mensen gelukkig heel erg aanspreekt. Dus dat is heel fijn. Ja. Dus nu komt alles wat ik in mijn leven gedaan heb, komt bij elkaar. Op de plek. En alles, alle vaardigheden die ik heb ontwikkeld in mijn leven, dat komt nu bij elkaar in het spreken. Want ik zal ongetwijfeld ook voor mensen gaan spreken. En dus Ja, heel mooi. En je noemt nog even, ik heb een hekel aan zweverigheid, hè? Dat zei je heel letterlijk. Is dat, heeft dat ook echt te maken met niet de emotie te willen doorvoelen? Hoe kun je Ik heb veel zweverigheid geobserveerd, om het te begrijpen. Ja. En ik heb zelf natuurlijk ook, ik ben nooit zo heel erg gaan zweven, heb ik nooit zo heel erg gehad. Maar ik ben wel in andere valkuilen gestapt. De grote valkuil, als je je met spiritualiteit bezig gaat houden, is dat je kennis opdoet
dat dat op ego-niveau blijft en dat je een spiritueel ego ontwikkelt. Ja. Ja. En dan gaat dat ego, dat meet zich een ander vocabulaire aan. En dat gaat zich, gaat op een andere manier met de problemen om en gaat er een ander verhaal van maken. Maar het is juist dat verhaal waar we van af moeten. Ja. Ja. Dus het gaat om dat denken wat minder belangrijk moet worden. Of wat je dat je dat inzet wanneer het echt nodig is, zeg maar. Als je boodschappen moet doen of moet plannen. Maar verder is het veel belangrijker om te gaan voelen. En dat is met name in onze samenleving. Ja. Het is een beetje een ondergeschoven kindje. Want wij worden opgeleid om te denken. En ik krijg heel veel cliënten die heel slecht kunnen voelen. Ja. En om problemen op te lossen, als het gaat over angst of onzekerheid, dan moet je je gevoel in. Want daar kun je het oplossen. Ja. En dat gaat het niet oplossen in het denken. Dus als jij spirituele boeken gaat lezen en dan gaat zeggen, ja, ik laat het los, maar je laat het hier niet los, dan gebeurt er niks. Dan praat je er alleen maar over. Ja. Maar je komt elke keer in dezelfde problemen terecht. Dus als je nou afvraagt, ja, ik doe heel veel. Ja. En ik heb ook allerlei workshops gedaan met mezelf goed genoeg leren vinden. Dat was allemaal dat ego wat dat ging zeggen. Ja. En dan krijg je een opgeblazen ego. Daar word je niet een leuker mens van. Nee. En het is pas als je dat gaat zien en de ontwikkeling op een ander niveau gaat plaatsvinden, dan gebeurt er heel veel. Ja. Nou, en heb je nog een laatste tip voor mij? Nou, ik vond dat heb je net al heel mooi uitgelegd inderdaad. Ik ben natuurlijk ook met een zoektocht bezig, ga bij heel veel verschillende mensen langs. Ervaar ook dingen, want dat is denk ik waar je net ook op doelde. Je kunt heel veel kennis hebben, maar het ook ervaren. Maar ook in combinatie met de tijd van nu, hè, niet in angst schieten. Ja, heb jij een tip hoe je deze tijd goed en fijn kan een tip is om proberen zoveel mogelijk in je lijf te blijven. Ja. Zoveel mogelijk in het nu te blijven. En wat is het nu? Dat is ook een kunst op zich. Daar gaat het laatste deel van mijn boek over. Daar heb ik ook eindeloos mee geworsteld. Het nu is je concentreren op wat je nu zintuigelijk ervaart. Dan ben je in het nu. Ja. Ja. En als je nu denkt aan wat er in Oekraïne gebeurt, ben je niet in het nu. Ja. In het nu ben je niet aan het denken. Dan ben je uitsluitend aan het ervaren. Ja. En dat doe je dus door contact te maken met de zintuigelijke beleving die je hebt. Dus wat je nu ruikt, proeft, ziet, hoort en voelt. Je lichaam voelen. Dat is een hele belangrijke. Ja. Dus dat je helemaal hier en nu bent. En dat kan je de hele dag checken. Want we schieten heel snel weer in ons hoofd. Ik weet als geen ander hoe het is om in je hoofd te leven. Daar word je echt niet gelukkig van. Dus voortdurend terug naar je lichaam. Dan kan je de hele dag kan je dat doen. Ik doe heel vaak even zo kloppen op mijn denk. Oh ja. Op een gegeven moment wordt dat een gewoonte. Ja. En dan check je elke keer uit je hoofd, zeg maar. In je lijf. Mooi. Dat is een superbelangrijke. Ja. En als je echt last hebt van stress, dan zou ik zeggen ga EFT. Ja, mooi. Dankjewel. Nou, graag gedaan.